Het is koffietijd. Oh yeah. Hallo dames en heren en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de enige echte koffietijd. Yeah, en we hebben maar één nieuwtje vandaag. Ja, ja. Deze vrijdag 22 september 2017. Het is alweer zo goed als weekend. We gaan even de koffie roeren. La 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 la. Even proeven. Oeh. Ah, heerlijk. We hebben één nieuwtje heb ik vandaag voor jullie. Echt. Het is geweldig. Het is hilarisch. Let op. Want Efteling muziek op Amsterdam Centraal moet hangjongeren weren. Oh my god. Een tijdje geleden had ik het nog over hangjongeren met jullie. Weet je nog? Maar echt. Dit is Efteling muziek. Ik bedoel, dat is toch juist hartstikke cool. Leuk om naar te luisteren. Waarom zouden we dat hangjongeren weg moeten jagen? Ik heb geen idee. De NS laat sinds kort muziek uit attractiepark de Efteling horen in de IJpassage op Amsterdam Centraal. Hiermee hopen ze hangjongeren en andere ongewenste bezoekers af te schrikken. Onder meer de nummers van het carnavalfestival en de Indische waterlelie zijn te horen. Wauw, dat is toch te gek man. De NS hoopt dat de hangjongeren zich gaan ergeren aan de muziek. Nou, als ik het zo inschat, dan denk ik eigenlijk niet dat dat gaat gebeuren. Ik denk dat ze het juist fantastisch vinden, dat ze mee gaan dansen, mee gaan swingen, weet ik veel wat. Nou ja, geen idee, maar ik denk dat dat niet gaat werken hoor. Een woordvoerder van de NS laat weten dat de muziek sinds het voorjaar dagelijks tussen 6:30 en 8:00 in de ochtend en 9:00 en 1:00 in de avond en nacht in de IJpassage klinkt. De reden is dat sommige mensen die zich rond die tijd in de passage installeren, het zich wel erg comfortabel maakten en een uiltje gingen knappen. Lekker slapen op de Efteling muziek. Nou, daar zou ik heerlijk op slapen hoor, eerlijk gezegd. Dezelfde methode is eerder met succes toegepast bij een school in Schiedam. Oké, herhaling is irritant. Elke ochtend brintapap is ook niet prettig, verklaarde een voormalig Efteling-componist toen. Nou, zal ik je eens even wat vertellen, Koekwous? Zal ik je eens even wat vertellen? Ik eet elke dag havermout en dat gaat nooit vervelen hoor. Zulke herhaling. Dus ik weet niet waar je het nou over hebt allemaal. Maar goed, oké, nou een slokje koffie. En dan zou ik ze zeggen, beste hangjongeren en ongewenste bezoekers van de IJpassage in Amsterdam. Wij gaan even swingen. 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4. Come on, let's go, let's go, let's go motherfuckers, let's go motherfuckers. Oh yeah, 1 2 1 2 1 2 1 2. Yeah, show, show, show. 1 2 3 4.